Als je frontpage hebt opgestart, krijg je het volgende scherm te zien. Dit lijkt heel erg op Microsoft Word en eigenlijk werkt het ook precies hetzelfde. Je kunt gewoon tekst typen, bijvoorbeeld. Dit is onze homepage. En deze tekst kun je met de verschillende knoppen opmaken en bewerken. Een van de grote verschillen met Word is dat je naast alleen de tekst op te maken ook nog de achterliggende code, de zogenaamde HTML-code, kunt zien. Die kun je zien door hieronder op de knop met code te klikken. En dan zie je hier de HTML-code van deze pagina. Voor het aanmaken van een simpele pagina hebben we deze code nog niet nodig, maar we zullen hier later in de workshop nog op terugkomen. We gaan nu eventjes een simpele webpagina maken voor ons bedrijf. En we hebben even een korte opzet gemaakt. We gaan vertellen wie wij zijn, welke diensten wij verlenen en wat onze contactgegevens zijn. De tekst mag wel wat kleiner. Het hoeft ook niet dik gedrukt te zijn. Voordat we gaan beginnen met het aanmaken van de pagina's voor wie, diensten en contactgegevens, moeten we eerst onze eigen pagina even opslaan. Dat doen we door op bestand te klikken en vervolgens te kiezen voor opslaan als. Ik heb voor deze website even een apart mapje gemaakt waarin ik de website kan zetten. Deze heb ik heel toepasselijk website genoemd. En in dit mapje heb ik al een nieuw mapje geplaatst waar ik verschillende plaatjes in heb gezet. En dit zijn de plaatjes die ik wil gaan gebruiken in mijn website. Houd er rekening mee dat alle plaatjes die je wilt gebruiken in je website, dat je die ook in hetzelfde mapje zet als waar je je website gaat opslaan. Als wij deze website willen, of deze pagina willen opslaan, dit is onze homepage, dan moeten wij die de naam index geven. Index wil eigenlijk zeggen dat dit de eerste pagina is, dus de homepage van deze website. Als je hem een andere naam geeft, dan kan hij op internet niet of heel erg slecht gevonden worden. Nou ja, de verdere gegevens die hier staan, die staan allemaal goed. En we klikken nu op de knop opslaan. Onze homepage is af. Maar goed, onder een homepage moeten natuurlijk ook een paar pagina's met informatie staan. En die gaan we toevoegen door linksboven op dit lege blad te klikken, een nieuwe normale webpagina te maken. Als we hierop klikken, zul je zien dat er een nieuwe webpagina verschijnt. Nu maken we deze even aan. Dat is onze wie-pagina. En die slaan wij op met het naampje wie. Dat is verder prima. Houd er even rekening mee dat als je een pagina een naam wilt geven of wilt opslaan, dat je er geen spaties in gebruikt, want dit werkt op internet namelijk niet goed. Nou, we slaan deze pagina even op. En maken ook gelijk eventjes de pagina's voor onze diensten en de contactgegevens aan. Nu wij deze drie pagina's hebben aangemaakt, willen we hier natuurlijk ook wel naartoe gaan linken vanuit onze homepage. Dit kun je heel makkelijk doen door de tekst waar je een link van wilt maken te selecteren en vervolgens op het knopje met de wereldbol en de ketting te klikken. Als je hierop staat, zul je ook zien dat er hyperlink invoegen staat. Als je op deze knop drukt, dan verschijnt er een venster waar je uit kunt kiezen uit de verschillende pagina's die in het mapje website staan. Dat is heel makkelijk. We kiezen hier voor wie. En doen dit ook voor de andere pagina's. We kunnen de pagina nu opslaan door eventjes op de diskette te klikken. En als we willen kijken hoe de pagina geworden is, kunnen we hier op de knop voorbeeld klikken. Dat is het icoontje met een vergrootglas en een website op de achterkant. Er opent zich nu een browservenster met onze pagina. En je kunt zien dat die nu goed werkt. Je kunt nu de pagina, net zoals je een Microsoft of een Word pagina zou een Wordbestand zou bewerken, zou je er plaatjes in kunnen voegen. Daarvoor hebben we
alle mapje plaatjes aangemaakt. En je kunt eventueel de eigenschappen van de pagina aanpassen. De opmaak, de tekstkleur, de achtergrondkleur. Hier moeten jullie straks zelf maar eventjes mee gaan spelen. We slaan hem weer op. En klikken op het voorbeeld en zien hoe onze pagina geworden is. En dat is alles wat je nodig hebt om een simpele pagina aan te maken.